Een nieuwe speler voor uh, DVS 33, en uh, wie zal dat zijn? Ja, ik uh, ben Janare Snijders, dus, uh, een nieuwe speler, een nieuwe aanwinst van DVS. Uh, wat een uh, prachtige voornaam, Gennaro. Uh, ben je hier in uh, Nederland uh, geboren? Of, uh... Ja, zeker. Uh, hier in Nederland geboren. En uh, ja, gewoon Nederlandse nationaliteit, wat dat betreft. En uh, ja, het is wel een buitenlandse naam, inderdaad. Hè? Gennaro, Zuid-Amerikaans. Dus uh, dat klopt. Ja? Zuid-Amerikaans. Uh, je ouders uh, zijn? Uit Suriname. Dus uh, die zijn uh, op een jonge leeftijd hier naartoe gekomen, gestudeerd, werken. En uh, ja, ik ben dus hier uh, geboren. Hey, ook wel eens voor een, een vertegenwoordigend nationaal team gespeeld of niet? Uh, ja, voor het Nederlandse uh, nou ja, jeugdteam in, uh, voor Nederland natuurlijk. En ook uh, recent nog voor het uh, Surinaams elftal. Uh, dus dat heb ik allebei een beetje aangeproefd. Uh, leuk, leuk. Je hebt een behoorlijke carrière achter de rug, Gennaro. Vertel, vertel er eens iets over. Ja, dat klopt. Ik heb uh, nou ja, uh, meer denk ik dan 150 uh, betaald voetbalwedstrijden bij wedstrijden achter de rug. Uh, zelf 28 jaar nu. Uh, wel wat vroegjes gestopt ermee. Maar uh, ja, genoeg ambitie om het daar nog, uh, uh, ja, hier nog te laten zien bij DVS. Ja, ben, ben, ben je een tijdje stilgestaan? Stil, uh, heb, heb je een tijd stilgestaan? Nou ja, ik heb een tijdje ik heb in Engeland twee jaar gezeten bij Notts County. En uh, nou ja, daar ben ik in de zomer terug van gekomen. Uh, nog wel de ambitie gehad om in het profvoetbal terug te, te, te keren. Uh, ook dergelijke aanbiedingen gehad. Alleen uh, nou ja, heb ik het balans voor mezelf opgenomen. En uh, ja, richting me meer op mijn tweede carrière als maats op maatschappelijk gebied. En dus vandaar ook de keuze voor DVS. Ja, ik heb je uh, verleden week maandag uh, voor het eerst gezien zonder bal. En uh, toen, toen viel me op uh, dat je behoorlijk fit uh, er uh, oogt. Ja, ik heb me daarop ook nog steeds uh, gewoon voorbereid op een uh, nee, prof-carrière-hervatting daarvan. Dus ik heb ook keihard elke dag uh, getraind, soms wel twee keer op een dag. Dus dat zit qua basis nog wel goed. Uh, nee, alleen ja, mis je natuurlijk een uh, klein stukje wedstrijdritme. maar ja, Hopelijk kan ik dat zo snel mogelijk aanhaken hier. Ja. Um, um, ben je al wel eens uh, spelend uh, hier uh, bezig geweest met uh, DVS? Ja, ik ben hier al een keer eerder geweest uh, met Vitesse. Dat is heel lang, uh, lang, heel lang geleden geweest. In de voorbereiding uh, scoorde ik volgens mij zes keer of zo tegen jullie. Dus uh, dat was een goede herinnering op dit veld. <laughs> maar, maar ook uh, tijdens de training. Heb je, heb je echt al met een bal uh, tijdens een klein partijtje of zo? Ja, vorige week uh, heb ik meegetraind met, met de selectie. En daar doen we partijtjes. En ik uh, nou ja, ga ook, ook zaken. Hopelijk dat ik zo snel mogelijk speelgerechtig kan zijn. Dat ik voor de wintersop uh, hopelijk nog minder, minder kan maken. Vind je van het niveau van de DVS? Uh, ja, is, uh, lastig in te schatten is natuurlijk anders dan wat ik gewend ben. Hè? Maar uh, nou ja, het is de keuze uh, geweest die ik voor mezelf heb gemaakt. Dus daarin hoop ik gewoon zo snel mogelijk uh, uh, in mee te gaan. En ook daarin de jongens ook uh, uh, vanuit mijn ervaring uh, wat, uh, wat dingetjes uh, ook, uh, aan te reiken. Wat, wat, wat is jouw uh, uh, grote kracht? Ik denk uh, mijn doorzettingsvermogen. Uh, uh, sowieso een specifieke kwaliteiten, uh, mijn snelheid, hè, vooral in de diepte. Uh, maar zeker ook mijn doorzettingsvermogen, wat ik graag ook op de jongens wil overbrengen om uh, nou ja, gewoon uh, twee stapjes extra te zetten. Een typische buitenspeler, of uh, ga je ook graag vanuit het midden uh, naar voren stomen? Ja, ik heb uh, toen ik wat jonger was altijd hè, aan de buitenkant gestaan, maar uh, voornamelijk de laatste uh, periode in mijn profcarrière ook vanuit het midden, zeg maar. Dus uh, vanuit de nummer tien positie. Hè. Dus ook hè, een, uh, vanuit de buitenpositie een vrije rol om uh, gewoon lekker naar binnen ook te kappen. Dus uh, ja, zeker. Je hebt nu een voetbalschool, hè? Dat klopt. Ik ben lekker in de oprichting van de voetbalschool erbij. En uh, ja, volop lekker weer. Ik heb een leuke baan nu ook erbij. Dus dit is ook een uh, ja, mooie kans om lekker weer te vlammen ja. bij DVS. En ook nog papa, hè? Ook nog vader binnenkort. Vrouw hoogzwanger op de tweede zitten we te wachten. Dus het is druk, druk, druk. Maar ik heb er zin in. Oké. Okay. Gisteravond Sinterklaas gevierd. Ja, gisteravond pakjesavond. Dus die kleine... Ik heb een dochtertje van drie. Die was hartstikke blij. En uh, ja, we kunnen weer vooruit. Was je ook nog blij? Of ben je gefetteerd? Oh, sorry? Was jij ook nog blij, een, een, een mooi cadeautje gehad? Ik uh, heb geen cadeau gehad. Ik heb mevrouw wel een cadeau gedaan. Dus uh, mijn uh, taak zit erop. Was zij blij, is, ben ik ook blij. Dus. Super. Ik, ik zou het fantastisch vinden als je ons uh, als DVS'ers en uh, supporters en DVS TV blij kunt maken met uh, prachtige acties uh, Gennaro. Ja. Nee, dat ga ik zeker doen en daarvoor ben ik ook hier gekomen. Dus daarom wil ik ook zeggen, uh, DVS'ers kom massaal, want jullie mogen wel wat verwachten. Ja. Oké, okay. <laughs> dat gaan we hopen. Oké, okay, bedankt. Ja.